Goedemiddag, we gaan met statenreporters naar Buurtwerkplaats in Amsterdam. Statenreporters, buurtbewoners, die gaat wel filmen maken en reportage. We laten u zien wat wij aan het doen zijn. En we gaan een interview maken met de directeur van de plaats. Even iets rechtzetten. Ik ben niet directeur van deze werkplaats, want dat zou ook nooit werken, want dan ben je opeens de baas. Eigenlijk zou ik me hoogstens kwartiermaker kunnen noemen. En dan ben ik direct ook dat samen met anderen aan het doen en met iedereen die hier ook gebruik kon maken van de buurtwerkplaats. En dan zal ik je vertellen wat hier kan. Eigenlijk is deze plek ontstaan. Ooit, omdat we een loodje op een braakliggend parkeerterrein zetten en daar heel veel mensen van de buurt op afkregen. En die vonden het wel leuk. En toen hebben we een hele zooi gereedschap erin gezet. En toen werd het eigenlijk nog leuker. Oud lasapparaatje erbij. Toen werd het weer wat leuker. En toen bleek eigenlijk dat iedereen die plek ging gebruiken om dingen te doen die ze thuis niet konden doen. Op hun balkon of in hun schuurtje. Of omdat ze de kennis niet hadden. En zo is dat eigenlijk een beetje een netwerkachtig geheel geworden. En dat heeft ertoe geleid dat we hier nu op deze plek, aan de Sloterplas, die grote werkplaats hebben met smeden, met lassen, met metaal bewerken, hout, klussen, met sleutelen aan brommers en andere dingen. En een mooie plek om koffie te drinken en te eten. En we hebben een mobiele bakkerij hier op het terrein, die hier ook is ontstaan. Dat is eigenlijk een beetje mijn initiatief geweest, omdat ik als kunstenaar iets wilde doen wat zo dicht mogelijk bij mensen was. En toen dacht ik, dan word ik bakker. Want dan weet ik tenminste zeker dat ik heel dicht bij mensen ben. Bakkerij de Eenvoud. Gaan we zo meteen even kijken. En dat is wat Bakkerij de Eenvoud hier ook op de buurtwerkplaats als beginnetje heeft gemaakt. En nu hebben we er een heleboel van die bakkerijen. Her en der in Nederland. Hallo, hoe heet je? Ik heet Akram. Akram, ja. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Marokko. Marokko, ja. Leuk. Wat doe je hier meestal? Vrijwillig werken. Werken. Wat voor werk je doet, jongen? We werken aan hout, aan metaal en middel. We werken samen. Ik leer heel veel. Toen ik hier kwam, ik kon de apparaten niet bedienen. Maar nu heb ik langzaam geleerd. Mensen zijn bezig gitaar te maken zelf. Dat vind ik geweldig, weet je wel. Want dat soort apparaten heb je nergens, weet je wel. Dat heb je bijzondere plek, is het voorbij. Is dat mogelijk ook dat mensen zelf langskomen met eigen fiets om te repareren? En ook om te leren hoe kan fiets repareren? Ja, dat kan. Op woensdag kan je hier langskomen. Er zijn altijd ook mensen die je kunnen helpen. Dat geldt ook voor zaterdag. Wat we hier niet echt hebben is een cursus fietsenmakerij. Want zo zijn we niet georganiseerd. Maar omdat er in het netwerk eigenlijk altijd wel iemand is die je kan helpen, kan je hier terecht om je fiets te repareren. Er worden ook fietsen echt grondig gerepareerd. Ik ben echt blij mee om dat plek te zien, want het is mijn eerste keer. En ik vond het zo leuk. Ik ken alles van maken hier, dus dat is prachtig. Ja. Dat is een soort fabriek. Ja. En je kan gratis werken hier. Als je nou op twee handen hebt, dan kan je alles doen. Mooi. Ja, en kijk, als je kijkt ook naar de wijk, ik wil alle die mensen die lopen daar, die weten niks over dit gelegenheden. En ja, dat vind ik gewoon, doet me pijn eigenlijk, van mezelf ook. Hey, ik kom hier leren van timmeren, lassen. En je kan ook lekker koffie op krijgen daar verder. Dus, en daar je mag ook iets, misschien brood doen of iets doen. Brood bakken, dat apparaat hebben ze ook, heb ik gehoord. Wij lopen nu eigenlijk richting die bakkerij. Dit soort een caravan van gemaakt als bakkerij. Nou, dat is. Ik zie ook een bankje binnen. Tafel, stoelen, oven. Zo, nou, wij zitten binnen. Je kunt wel even misschien uitleggen hoe dat hier werkt, die brood om te maken. Ja, eigenlijk wat je hier ziet is een traditioneel houtgestookt bakoventje, zoals ze vroeger bij boerderijen en in dorpen in heel Europa, maar eigenlijk de halve wereld, werden gebouwd.
dit is een kleintje, omdat in zo'n bakkerij die mobiel is, mag je niet 3000 kilo gaan wegen. Deze zal ongeveer 400-500 kilo wegen. We hebben ook een buurtbakkerij, ook een houtgestookte buurtbakkerij, een grote oven. Die staat hier vlakbij in Slotermeer, in het buurthuis De Schakel. En daar wordt iedere dinsdagochtend, met iedereen die het leuk vindt, of je het nou kan of niet kan, brood gebakken, ervan genoten en ook een stukje opgegeten. Hey Morad, hoe is het? Goed, alhamdulillah. Jij ook? Hoe vind je hier leuk om te zien alles? Ja, het is goed gezien. Oké, mooi plek, hè? Mooi, mooi. Mooi. Ja, vroeger weet ik niet dat zo'n plek hier bestaat. Maar nu wel. Nu wel, ja. Dankjewel voor de interview. Hier, de buurtwerkplaats, ja, is open op woensdag, ja, en zaterdag. Ja, woensdag en zaterdag tussen 10 en 4 uur 's middags ongeveer is die altijd open voor iedereen. Dus wat je ook maar wilt doen, als je gewoon koffie wilt drinken of wil klussen of iets wil lassen of iets wil repareren, dan kan dat altijd. Okay. We beginnen de eerstvolgende woensdag met een bakje koffie en de rest komt wel. Leuk. Ja, hartstikke leuk. Jullie zijn welkom. Oké, dankjewel.